Ja, precies. Dat is het belangrijkste. We gaan eens kijken naar links en wijken naar rechts. Nou, we zien in ieder geval nog geen spelers aankomen, terwijl dat niet heel lang meer kan duren aan de overkant. Ik vind het wel apart eigenlijk, zo weinig mensen eigenlijk. Ja, dat ben ik niet gewend in de Muiden. In de sponsorroom zijn ze dat al, hè? Verwacht niet te veel mensen vandaag. Nee, maar ik vind het wel apart eigenlijk als ik zo om me heen kijk. Dan denk ik, als je dan bij Geerde Muiden ziet, wat er ook gebeurt eigenlijk. Bij Geerde Muiden is altijd wel publiek. Geerde Muiden stippelt het wel uit. Niet ten nadele van andere ploegen, maar ik heb het vaker meegemaakt. Dat ik dacht van wat weinig volk eigenlijk. Ja, want ik denk dat het wel de kracht is van Geerde Muiden. We gaan eens eventjes kijken. Nou, rechts van mij zit op de tribune een mannetje of 30, denk ik. Dan een mannetje of 10, 20 daar. Nou, als hier 60 man zitten, hebben we het wel gehad. Ja, en, ja. Op de andere plekken rondom het veld staat echt helemaal niemand. Nee, die zijn naar het andere veld te kijken. Ja, oh, dat zal natuurlijk ook nog kunnen. Hè. Dat ja, is nee, een ander wedstrijdje bekijken. Daar hebben ze ook nog voetbal, dus daar voetballen ze al wel. Ja, voor een ploeg die punten moet gaan halen. Nou, eens kijken wat de stadionomroeper ons te vertellen heeft. Maar... Oh, nou, welkom allemaal bij Brema. Nee, je niet. We hebben sinds 2 minuten geluid, krijgen we door. Nou, dat is fijn. We zijn al 25 minuten aan het kletsen over van alles en nog wat. Nou, René, heb je nog wat te zeggen? Nou ja, René van der Weij hebben ook voor de camera gehad. Als jullie het geluid daarvan niet hebben meegekregen thuis. Dan is een korte samenvatting van ja, wij gaan natuurlijk bouwen richting de beker. En richting de na-competitie. En daar wil ik met een zo fit als mogelijke selectie naartoe. Ja. En we gaan geen punten weggeven aan de tegenstanders. Nee. We doen aan fair play. En we gaan elke wedstrijd volle bakken voor en we gaan nog werken aan wat meer conditie. Nou, dan is vandaag een van de eerste wedstrijden waar dat moet gaan gebeuren hier in Barneveld. Nou snap ik waarom ze zo lang in de kleedkamer zitten. Wacht eerst tot wij geluid hebben. Oh, daar hebben ze natuurlijk allemaal de telefoon aan en kijken waar wij zijn. Dan kijken ze mee. Ik denk, Richard, dat jij zo langzamerhand naar je camerapositie moet. Ja, we moeten er in de rust maar even over hebben dan. Niet lang meer... We hebben het in de rust er wel even over wat we voor Inside Information hebben en alles. Nou, we kijken maar. Beste mensen, heel veel succes, heel veel plezier bij deze wedstrijd hier in Barneveld. Dus waar staat dat voor? SDV? Sterk door vriendschap. Sterk door vriendschap. Dat, eigenlijk wat wij ook zijn, sterk door vriendschap. Ja, maar dan anders. Oh ja, toch. Nee, mensen thuis, heel veel plezier bij de wedstrijd tussen SDV Barneveld en Sportclub Genemuiden. Nou, ja. Een wedstrijd die voor Sportclub Genemuiden een aanloop is richting na competitie en de beker. Maar die voor Barneveld er zeker nog toe doet. 4 punten los van de gevaarlijke degradatieplekken. Dus 3. Ja, in het bladje stond 4, maar als jij zegt 3, geloof ik jou meteen op je donkerblauwe ogen. Groene. Fijn de wedstrijd. Ja, goedemiddag dames en heren. Welkom hier vanuit Barneveld. En dan gaan we eens kijken naar de wedstrijd tussen STV Barneveld tegen Geerde Muiden. Opstakee. En daar
ziet u de beide elftallen op het veld. Onder leiding van de scheidsrechter, de heer Van der Wij. Ik geef u de opstelling van Bart Schreuder. En dat is met nummer 1, Ruud van der Steek. Met nummer 2, Timo Tjefsik. Met nummer 4, Tim Kluiver. Nummer 6, Roy Bronkhorst. Nummer 8, Rico Kuit. Nummer 12, Jean Piwot. En we gaan eens kijken wat Geert de Muiden hier kan doen in Barneveld. Dat is leuk, hè? Uitwedstrijd meedoen. Ja, Benny die een keer meegaat naar een uitwedstrijd. Aanvoerder Jurre van Dalsen. En dat vind ik wel mooi om te zien dat een oer-Gelemuniger de aanvoerder is bij Geert de Muiden. Net als vorige week. Geert de Muiden het blauw-wit. Zo heb ik ze nog niet eerder dit seizoen gezien. Maar het kan dus toch. Zoals gezegd, scheidsrechter de heer Stevens uit België. Geassisteerd door de heren Klaassen en Leusink. En dan gaan we naar de pupil van de week. Pupil van de week is deze week Lucas van der Beek. Lucas speelt in de jongens onder 10-5. Hij is spits en zijn favoriete club heeft een iets minder fijne week gehad, denk ik. Ajax. Hij eet graag patat. En zijn favoriete speler aan de kant van SVV is Thijs Uiterwaal. Ja, Geert de Muiden dus een beetje gehavend dus. Want in de warming-up viel Thijs Dekker uit met een blessure. Voor hem in de plaats speelt Hadden Plezier achterin centraal. Jur van Dalsen doorgeschoven naar het middenveld. En ik moet zeggen, dit vind ik wel een aparte kleurencombinatie waar ze voor gekozen hebben. Want Barneveld speelt ook in het blauw-wit. Alleen die hebben het donkerblauw. En Geert de Muiden dus het lichtblauw. Goed, we zullen zien hoe Geert de Muiden het gaat doen vandaag. En de nummer 14 die speelt Levi Smit bij Barneveld. Ik wil alleen wat meer zien eigenlijk. Van de Wetering verovert de bal aan de rechterkant. Moet zich daaruit zien te voetballen. Dat lukt dan niet. Uiteindelijk neemt Bronkhorst over. En kan Barneveld het eens proberen. De bal naar Kuit. Kuit moet even terug. Biwot. En dan komt daar de voorzet die uiteindelijk tegengehouden wordt door Martijn Eekhoorn. Ja, en als je de bal van de voet laat afspringen, dan gaat de ingooien naar Geert de Muiden. Wie neemt de touwtjes in handen qua leiderschap hier in, bij Geert de Muiden in de verdediging? Nu Streutke natuurlijk er niet bij is, zit verderop daar met Corné gezellig. Maar hij had liever gespeeld, dat kan ik u wel vertellen. Van Bentum draait zich aan goed weg, geeft de bal mee aan Van de Wetering. Die de bal niet kan binnenhouden. Heeft hij de windhoek zeker niet mee. Ja, dan rolt de bal over de zijlijn. Ja, Edwin Stark er ook niet bij. Twee man in de staf daar. René van der Weij en Christian Riemens. Op het stoeltje de rest neemt plaats in de dugout. Strutker met de opening naar Bart-Jan Brouwer. Komt door. Zet goed zijn lichaam erin. Maar ja, wordt uiteindelijk wel weer opgejaagd daar door Vink. En moet dus terug. En ja, dan lost hij het maar zo op deze manier op. Barneveld zoekende in de 16. Daar kan Kuit net niet bij de bal. Streutke met een snelle uittrap. Komt niet terecht bij een speler van Geert de Muiden. Het wordt ook nog goed kijken naar die kleuren.
Ik weet dat Geerde ooit ook nog wel eens het oranje tenue had. Dat ik eigenlijk wel beter van passen erbij eigenlijk voor vandaag. Boetsema, ja, ze ging daar even wat zever in. In het duel trok zijn voet daardoor terug. Brouwer. Ja, daar aan de linkerkant dus geen Ben Kadour. Eenkoorn moet terug. Martijn in dit geval, want de beide Eenkoorn spelen. De Poenies. Simon en Martijn. Doorn zoekt de ruimte van de Wetering, houdt hem binnen. Het ruime veld eigenlijk. Het spel is heel breed als je het zo bekijkt. Er liggen genoeg ruimtes aan beide zijdes. Wat ga je doen? Ja, nou ja, goed, dat hoort erbij. Van de Wetering voorbij. Geef voor. Moet ze maar net de bal van de voet af laten springen. Van Dalfsen. Maakt daar een lichte overtreding. Dus de vrije trap gaat naar Barneveld. Spannen wij op het laatste moment toch nog weer zijn manier van spelen even aanpassen. Doordat Thijs eruit viel. Ryan van Lente zie ik er is ook niet bij. Streutker. De wind, alles speelt ermee. Bal gaat naar het andere veld toe. En als het zo lang duurt, dan geeft het René van der Weijden tijd om even de poppetjes neer te zetten. De aanwijzingen te geven aan zijn ploeg. Daar komt die ingooi. Plezier. Van Dalsen kan een voetje tegenaan zetten. Kan de bal niet helemaal wegwerken. Greven. Nam daarover. De bal gaat naar de andere kant. Kuit. Jure van Dalsen wil meegeven aan Van Bent. Dat lukt niet. Ja, dit kunstgras komt een beetje overeen met wat we bij Flavor Boys ook wel eens zagen. Moet ik zeggen, dit is nog wel weer beter veld. Ja, een soort veld 5 van Geerde-Muiden, ja. Smit, wordt hij daar neergelegd? Nee. De scheidsrechter vindt het zeker geen penalty. Ja, we zijn dan wel farmer. Maar dit is dan wel een overtreding op Kuit gemaakt door Jurre van Dalsen. De vrije trap gaat naar de rechterkant. Bal die ingebracht wordt, Doorn die weg kan werken. En wie wint dat duel? Nou, Joran Popovic wint dat duel uiteindelijk van Bronckhorst. Maar wordt dan ook van de bal weer gezet door dezelfde Bronckhorst. Jansen. Biewot. En uiteindelijk was het niet de overtreding van Doorn op Smit, maar de overtreding die gemaakt werd op Biewot. Dat zorgt voor de vrije trap voor Barneveld. Boetsema voorover naar de bal. Kan Van de Wetering daarvoor komen? Nee, is het antwoord. Daar was Van Wolfswinkel eerder bij. Doorn kan wegkoppen. De bal is nog niet helemaal weg daar uit die 16 meter van Geerde-Muiden. Ja, nu wel. Als Van Wolfswinkel als laatste bal raakt. Ja, het zijn wel namen die spelen hier. Van Wolfswinkel, Kuit, Bronckhorst.
Ja, ik heb wel eens voor minder gezeten. Voor mijn gevoel ben ik hier al een keer eerder geweest, dacht ik zo. Perfect zo, toch? Dat is wel gewaagd van Streutke daar. Het loopt allemaal volgens plan. Plezier. Op zoek naar Martijn Eekhoorn. Kan hem niet vinden. Boetsemar die zich ermee gaat bemoeien. Wie wint dat strijd op dat middenveld? Uiteindelijk kan Barneveld eruit. Met Biwott aan de andere kant krijgt hij mee. Ja, dit is de overtreding. Oh. Ik dacht een overtreding van Martijn Eekhoorn, maar volgens scheidsrechter niet. Daar alsnog de ruimte voor Barneveld. Streutker heeft hem. Plukt hem weg voor de voeten van Vink. Ik dacht zelf aan een overtreding daar dus, maar hij floot niet. Moet zich daaruit voetballen, heeft Bart-Jan Brouwer bij zich. Nou, wat rumoer op de tribune vind ik wel gezellig. Ja, uiteraard, perfect. Sfeer en beleving. En jij hoort natuurlijk alles. Had het maar eerder gehoord, dan hadden we de voorbeschouwing aan iedereen kunnen laten horen. Is die bal binnen? Ja, die bal is binnen. Ja, we zitten tegen de dugout aan te kijken, dus dat wordt even wat lastiger. Van Bentham neemt over. Eekhoorn. De ingooi is voor Geerdemuiden. En we hebben natuurlijk Bart-Jan. En uiteindelijk worden de mannen ook meegestuurd. En zegt Van der Wij van, kom op, je weet toch wat de bedoeling is. En juist Jurgen van Dalsen moet weer terug. Daar komt die ingooi dan. Kan iemand het oppikken? Nee, de bal wordt weggewerkt. En het is nou de Jur van Dalsen die de bal daar overneemt. De bal ingebracht. Daar Biwott die daarvoor komt. Geeft de ingooi daar weg. Nou ja, Brouwer staat toch in de buurt. Kan direct gaan ingooien dan. Van Dals gaat naar de andere kant, naar Van der Wetering. Van der Wetering, kan hij ver komen? Plezier. Van Bentum ontworstelt zich daar. Kan er doorgevoetbald worden? Nee, Popovic stond daar aardig vast achter de personen. Achter die verdediging daar. En dus kan Barneveld er weer uitkomen. En gaat dat zo ook lukken? Nou, uiteindelijk neemt Geerdemuiden weer over. Boetsema met een sprongetje. De bal naar de andere kant. Brouwer moet daar hard voor lopen. Er zat een curve aan die bal. Brouwer. Popovic. Ja, die stond daar stil. Nu wel Van Bentham meegeven aan Martijn Eekhoorn. Maar ja, dat is buitenspel. Van der Wij die naast de dugout heen en weer loopt eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat het vak wel erg klein was eigenlijk waar hij anders in moest staan. Dus ik snap dat hij daar is gaan staan. Een druk coach in de René van der Wij in ieder geval. Van der Streek, de doelman. Broer Tjevan. Van der Wetering die daar de boel... onder scherp wou zetten daar. En dat resulteert dan toch in een ingooi. Het hoge druk zetten daar. Plezier. Ja, de bal maar rondspelen in de verdediging. En zoeken naar die ruimte die je voorin eigenlijk krijgt. En hier zie je het op middenveld ligt enorme ruimte. Onder andere bij Van Bentham aan de andere kant. Maar dan moet je wel komen met de drie man die druk zet van Barneveld. Daar is Van Bentham. En zoals je ziet, Van Bent heeft aardig wat ruimte. Wat nu achtervolgt, moet nu de bal ook afgeven van de Wetering.
geeft de bal aan de andere kant van het veld. Terwijl het ook eens gaat regenen. Doorn zoekt naar een medespeler. Daar komt Martijn Eenkhoorn. Brouwer was doorgelopen. Ja, Martijn moet terug. Doet het goed via Jur van Dalsen. Wou ik zeggen. Maar Jur stond net iets te ver naar achter. Uiteindelijk het druk zetten daarvan van Bentum bij Kluiver. Resulteert uiteindelijk in een ingooi. En ondanks dat het mooi regent, staan wij lekker droog. Je ziet het wel aan het spel van Gedemuiden dat de wil er weer is, net als elke week. Ja, daar gaat net de bal over de zijlijn. Dat is jammer. Maar je ziet wel dat de wil er zeker is. Men is nog zoekende naar de ruimte voorin. Van der Weij denkt leuk en aardig, maar nou ga ik toch wel in mijn duck-out staan. Maatse buien, het hoort erbij. Terwijl ik wel meer supporters eigenlijk deze kant op zie gaan. Het wordt nog gezellig hier straks. Gedemuiden is weg. Van Bentum. Ah. Die had het anders in gedachten. Bronckhorst houdt die bal wel binnen. Was dat verstandig? Van Dalfsen neemt over. Martijn Eenkhoorn wil meegeven aan Boutsamar. Wordt teruggedrongen. Is dat een overtreding? Jazeker. De overtreding daar van Bronckhorst. Het wordt gezellig op de tribune, ik voorspelde het al. De school gaat uit, ja. Nou, goeiedag hè. De vrije trap. Wie ziet het wel zitten om die bal erin te jengelen? Ja, normaal was het Boutsamar die denk ik wel daar stond. Maar heeft toch ergens last van, denk ik. Van Bentum, achter de bal in ieder geval. Op best wel een mooie plek. Wat zal het zijn, zo'n 25 meter van het doel af. 25, 30 meter. En de koppers mee naar voren gestuurd. Met Doorn en Plezier. Daar komt de bal van Bentum. Met rolletjes zijn we Eenkhoorn. Een bal die wordt geblokt daar. Gedemuiden weer in balbezit nog. Met Van Bentum. Tiki-taki de groeten. Geeft de bal voor. Boutsamar krijgt hem helemaal verkeerd op zijn schoen. Eenkhoorn dan. Moet even terug naar dezelfde Boutsamar. Van Dalsen. Even haken aan het voetje. En Jur heeft behandeling nodig. Een andere bal, zegt Boetsel, maar dit werkt niet meer. Heb ik niet gezien. Ik heb geen voetbal gekeken gisteravond. Oh ja, dat kan ook. Oh. Je kunt altijd proberen, hè. Even een blessurebehandeling voor Jur. Boutsamar die zijn haar even goed doet. Ja, nog een blessuregeval erbij. Dat kan René van der Weij er zeker niet bij hebben.
En William Jansen die nu warm loopt. Het zal toch niet zijn dat Van der Wij weer moet gaan schuiven met zijn opstelling. Het is zijn enkel wat we te zien kregen van Bart-Jan Brouwer. Van Dalsen, hij staat weer. Maar of het van harte gaat. Dat is zeker niet het geval als je het zo bekijkt. Het gaat niet van harte en ik denk dat dit ook voor Jur einde wedstrijd is. Hij wilde niet uit in ieder geval. Zijn fysio zegt, of in ieder geval de verzorger zegt... Dit is einde oefening. Nee, zeg Jur, het gaat wel, het gaat wel. Bikkelhard. Niet gek te krijgen. Maar ja, hoeveel risico gaat Van der Wij nemen? Dat heeft hij al eerder gezegd. Ik neem geen risico. Maar het spel gaat in ieder geval wel door. Bronkhorst. Oh nee, Kuit. Moet nog even wennen aan de rugnummers. Biewot. Eén kwam in de achtervolging. Biewot, ja, de duw in de rug. Oh. Ik was wel. Terwijl Jur van Dalsen hier voor de dugout even loopt, doet even zijn pasjes, kan niet rennen. Nou. Ik denk dat hij de wedstrijd niet gaat uitspelen in ieder geval. Het wordt in ieder geval een corner voor Barneveld. Van Dalsen is weer terug. Nou ja, je ziet het, dit is niet makkelijk lopen dit. Ik ben bang dat dit eindoefening wordt voor Jur van Dalsen. En dat William Jansen zich kan opmaken voor een invalbeurt. En dat zou betekenen weer een tegenslag voor René van der Wij, die al met blessures in zijn team te maken heeft. Daar komt die corner uiteindelijk nog, want die stond natuurlijk nog. En die gaat weggewerkt worden door Rick Doorn. Simon Eekhoorn daar gebleven. Popovic kan de bal dan niet vasthouden. De bal dus kwijt terug naar de doelman van Barneveld. Terwijl William Jansen toch te horen krijgt van Christian Riemers. Ga je maar klaarmaken voor een invalbeurt. Maar de tip is natuurlijk blijven voetballen voor de ploeg van René van der Wij. Ik kijk even naar Jur van Dalsen. Ja, hij loopt wel. Kan hij een bal tikken? Ja, hoeveel last krijg je daarvan? Je weet het niet. Het voordeel dat afgewacht werd door de scheidsrechter ging uiteindelijk niet door. Dus daarom was nog de vrije trap voor Barneveld. Ja, en zoals u mee kunt kijken, daar loopt William Jansen. Aan het eind van het seizoen zit het voor hem erop in het eerst. En die gaat zich klaarmaken voor een invalbeurt. Daar is Barneveld vandoor. Brouwer kan in ieder geval de bal daar afstoppen. Nou gaat het via de linkerkant. De bal voor. Biewot legt klaar. Daar lag Eekhoorn nog. Niks aan de hand. Daar ligt iemand op veld. Dat is zo te zien Jur. En ja, wat we al voorspelden, dit is klaar. Bikkelhard voor zichzelf. Hij wil voetballen, hij wil door. Maar ja, dit is de realiteit dat het gewoon niet meer wil. Door een vervelende blessure eigenlijk wel. En dus moet er noodgedwongen gewisseld worden door René van der Wij naar 23 minuten. 22, 23 minuten. Weer een tegenslag. Einde wedstrijd voor Jur van Dalsen. William Jansen gaat erin komen. En een jongen die zich zeker nog wel in de picture wil spelen hier. Hij mag zich laten zien, William Jansen. En, dat is hem zeker gegund.
De bal was uitgespeeld, dus gaat weer terug. En de geblesseerde spelers Buitink en Breeman gaan worden even opgeroepen. Van de kant van Geerle-Muiden met 21 van het veld Jur van Dalsen. En van hen komt in de plaats van nummer 18, Jurjan Jansen. Maar goed, de wedstrijd gaat door. Staat nog 0-0, niks aan de hand. Behalve de blessures dan. Doorn gooit zich ervoor. Eenkoorn. Woetsamara aan de linkerkant loopt Brouwer. Die denkt, nou ja, gaat de andere kant. Dus ik loop wel weer terug. Brouwer moet er nog in. Kan de bal niet binnenhouden. Maar Eenkoorn wel. Met een enorme sprint troeft hij daar de trainer af van Barneveld. Die had het niet verwacht. Popovic. Ja, dat was in mijn oog blindelings die kant op. En kijk hoe ver je komt. Zo. Plezier gooit zich ervoor. Een bal die ergens in Voorthuizen terecht is gekomen, denk ik. En dus moet er een andere bal komen. Popovic krijgt instructies van der Wij. En de topper op de andere velden, DHSC tegen Zwift, staat 1-1. En dat is gunstig weer voor Geerle-Muiden. Die natuurlijk de tweede plek vast wil houden. Wat logisch is. Doorn moet even terug. Aan de andere kant Plezier, die natuurlijk al klaar staat. Het veld breed houden. Ja, buitenspel werd gevlagd, maar laat hij door. Daar wordt nog voor gevlagd natuurlijk. Er zat geen voordeel in. Dus ja, dat is logischerwijs dat het spel wordt stilgelegd. En de vrije bal is voor Geerle-Muiden. Die nu genomen is. Van Bentum. Kan hij meegeven aan Eenkoorn? Ja, dat kan. Dat kan. En nu het vervolg. Ja, daar staat er ook weer een speler tussen van Barneveld. Ja, andersom bij Geerle-Muiden is net zo. Brouwer gaat naar Van de Wetering. Van Bentum, kan hij daartussendoor voetballen? Nee, kan er wel een corner overhouden. De bal is laatst aangeraakt door de nummer 15 gegeven. Van Bentum met de corner. Komt de bal voor. Kan weggewerkt worden. En dus komt er een ingooi aan. En ja, Bart Jan staat erachterin. Die heeft zoiets van, nou, ik blijf hier ook staan. Van Bentum keek nog wel even. Van, nou, komt hij of komt hij niet? Van Bentum krijgt hem weer terug van één corner. Nou, de bal laag voor. Wordt weggewerkt daar door Kluiver. En dus weer een ingooi voor Geerle-Muiden. De vraag is ook hoeveel risico neem je als Geerle-Muiden zijnde. Natuurlijk wat gehavend Geerle-Muiden. Ja, en dan nog niet te spreken dat je te maken krijgt met schorsingen natuurlijk. Want dan ben je helemaal klaar. Popovic kan niet de bal meenemen. Lukt net niet. Wordt daar gestoord door de verdediging van Barneveld. Popovic naar de andere kant. Aan de rechterkant Martijn Eenkoorn wil die bal er al in slingeren. Zoekt toch naar de combinatie met Van Bentum. En met een gelukje Boetsema. Nee, Biwot zit daartussen. Brouwer wordt onder druk gezet door Kuita.
Brouwer draait zich goed de andere kant op. Eenkoorn wou doorgeven. Dat lukt niet. De bal gaat ook nog tussen twee spelers heen. Maar... Zo, duidelijke taal. Hele duidelijke taal van René van der Weij als boodschap bij Martijn Eenkoorn. Buitenkantjes en alles. Het is tijd voor niveau. Oké. Bal overgenomen. Vink. Vink met Doorn. Doorn goed naar de bal kijken. Neemt de bal weer over. Maar daar wel onder druk gezet weer. Is de bal dan kwijt. Vink geeft er wel voor. Streutke, makkelijk rolletje. Geen probleem. Heeft zo te zien de aanvoerdersband overgenomen van Dalsen. Van Bentham. Kan hij dat belopen tegen Kluiver? Nee. En zelfs de grensrechter moest er nog flink voor draven. Dus. Ja, van der Wijs te druk met zijn coaching. Plezier. Glijdt uiteindelijk weg. Maar krijgt de bal in eerste instantie bij Popovic. Maar ja, die verspeelt hem daar ook. En dus kan Barneveld weer overnemen. De combinatie bij Geerdermuiden verloopt nog niet zo soepel als dat René van der Weij zou willen, neem ik aan. Voordeel gegeven, het gaat dus door. Hoofdtreding van Brouwer. De ruimte krijgt Barneveld en de ruimte krijgt Barneveld om schiet. En de uitstekende redding van doelman Streutke daar. Die niet te kloppen is in die korte hoek daar. Maar waar kon hij vrij oplopen, die nummer 4, Kluiver. Kreeg de ruimte ook daarvoor, ja. Maar de uitstekende redding van doelman Streuken geeft wel een hoekschop weg. Ja, dat hoort er dan bij. Lage bal, inlopende mensen. Er zijn er niet veel. Van de Wetering was er als eerste bij. Maar ja, die stuit in die bal. Eenkoorn krijgt de bal daar weg. Martijn in dit geval. Ja, Simon Eenkoorn kijkt ook om zich heen. Waar is de rest eigenlijk? Daar komt de rest. Van der Schreek gaat de bal er weer even in pompen. Van der Wetering. Greven. Van der Wetering met voetje ervoor. Eenkoorn troef ze daar slim af. Met een slimmigheidje. Boets. Samar. Geeft de aanwijzing aan. Ja, iemand moet de leiding nemen op dat veld natuurlijk nou. Jansen speelt in één keer door naar Boets Samar. Heeft ook wat ruimte Boets Samar. De bal keurig binnengehouden door Bart-Jan Brouwer. Dat zagen we. Hield de bal even stil daar. Maar ja, zoekende Geerdermuiden. Het zoekt naar die ruimte en het wordt opgejaagd daar door Barneveld. Dringt Geerdermuiden terug eigenlijk. Van der Wetering moet dan ook even terug. Brouwer kan daar de bal niet verspelen. Maakt uiteindelijk de overtreding op de nummer 8, Kuit. Ja, het Geerdermuiden is zoekende in aanvallend in ieder geval naar de combinaties en het uitspelen. Het gaat nog niet helemaal zoals Geerdermuiden het wil, maar ja. Om te zeggen, Barneveld heeft veel kansen gehad. Ja, de ene kans wie Streutker uit de hoek wegtikte. Maar ook de trainer van Barneveld, Schreuder, is ook niet tevreden. Niet in ieder geval wat hij had verwacht. Kunnen ze er nu uitkomen, Barneveld? Moeten ze wel afrekenen daar met Aad van de Wetering. Maar daar staat Boets Samar uiteindelijk nog. Misschien nu dan. Ja, Van Bentham heeft het ook niet helemaal deze eerste helft.
Brouwer Jansen. Zag plezier daar van Bentham. Enkel. Geeft hem voor. Daar is niemand. Maar het uitverdedigen van Barneveld is zo dat Geerdemuiden de bal ook gewoon weer terugkrijgt. Eenkoorn. Kan hij zich eruit voetballen? Eén man kwijt. Ja, dan speelt hij de bal iets te ver voor zich uit. En dan moet hij in de achtervolging. Mentaliteit, hè? Het zit erin. Even tussen Martijn Eenkoorn en Van der Wij. Geen pepermuntjes bij 0-0. Van Bentum krijgt daar de duw in de rug, jazeker. Van Kluiver, de overtreding. Ja, de vraag is natuurlijk hoeveel risico gaat Geerdemuiden nemen. Want ja, voor kansen creëren moet je risico's op een gegeven moment gaan nemen. En lukt dat? De overtreding van Bentham die daar even wat van zei, zo te zien. Tegen de nummer 15 Greven. Het coachen van de Wetering die zegt jullie moeten naar voren toe. Dus daar gaan plezier en doen. En dus komt er een lange bal op een plekje waar je het eigenlijk niet verwacht. Nou, je zou zeggen, gewoon korte vrije trap. Maar daar komt die bal. Kan Popovic koppen? Oh, stond buitenspel. Ja, nou ja, dan was het feest ook niet doorgegaan. Daar, van Bentham. Zo, dat is een prima tackle. Ik denk die glijdt er lekker in. Maar het veld is natuurlijk nou nat. Hoeft niet meer gesproeid te worden. Dan geeft hem uit wel weer de bal. Jansen, ja, wordt er afgetroefd uiteindelijk. Door Kluiver is dat. Ja, schiet je tegen je eigen speler op. Lekker handig. Jansen, ja, de scheidsrechter, de ene keer fluit hij wel, de andere keer fluit hij niet. Ik weet het ook niet. Maar goed, nu niet. Smit. Geerdemuiden trekt zich even terug. Verdedigend. Aad van der Wetering blokt daar uiteindelijk die bal. De ene gooi is voor Barneveld. Eenkoorn wil daar uitverdedigen in de verdediging. Ik vind dat heel gewaagd zo uitverdedigen. Ja, uiteindelijk verspeelt Rick Doorn daar ook de bal. Ja, ik snap niet waarom je zo moeilijk erachterin gaat uitverdedigen. Van Bentham gooit zich ervoor bij Bronckhorst. Ja, bal dan net over de zijlijn. Ik proef wat lichte frustratie bij Van Bentham. Kan het ook mis hebben, maar... Lekker terugspeelballetje van Doorn. Daar Streutke die de bal weg moet werken. En ja. Oh. Er nu een ingooi aan overal. Ja, zo kun je het spel ook spelen natuurlijk. Of dit ingestudeerd was, dat weten we niet. Ik ga er niet vanuit in ieder geval. Maar goed.
van Bentham. Biewot. Eenkorn met Kuit. En dat wint tot nu toe, wint Barneveld dat duel. Smit is daar weg, heeft één man bij zich. Dat is Vink. Daar komt die bal voor en die gaat langs de paal. De goede kant van de paal van Streutker. Maar hij had ook maar zo mooi ingekruld kunnen worden. En dan moet je eerlijk zijn, dan was het ook een mooi doelpunt geweest. Maar gelukkig het leed wordt Geerdemuiden bespaard. Doorn van Bentham kan aannemen, moet snel handelen. Twee man in de rug. Geerdemuiden die de bal daar nu kwijt is. Doorn komt daar wel uit. Bronckhorst neemt over daar. Brengt de bal de 16 in. Biewot. Zoekende om die bal voor te geven. Daar staat Doorn weer voor. Nog een keer dan. Streutke kan niet uit. Greven pikt erop aan de linkerkant. Nou komen zo wat aardig wat mensen richting de 16 meter van Geerdemuiden. Kluiver. Daar komt die bal dan voor. Kan weggewerkt worden door Jansen. Popovic die daar nu naartoe moet. Die klein duwtje krijgt in de rug. Het slimme duwtje noemen we dat ook wel. Martijn Eekhoorn die als enige aan het jagen is daar voorin. En daar speelt Barneveld zich simpelweg wel uit. Vink wordt van de bal gezet door Doorn. Goeie actie van Rick Doorn. Popovic kan aannemen. Legt hem klaar daarvoor van Bentham om hem mee te nemen. Snel handelen jongens, snel handelen. Anders duurt het te lang. Eekhoorn daar met Bronckhorst. Kan het niet winnen. Brouwer. Ja, daar staat een staat het Barneveld. Brouwer ziet er nog maar eens goed in gaat dan. Kost wat kost. Die bal terug wil veroveren natuurlijk. Moet wel een ingooi toestaan aan Barneveld. De ingooi. Kan Geerdemuiden oppikken? Ja, door het doorgaan van die bal komt het uiteindelijk terecht bij Plezier. Van de Wetering lost het uiteindelijk goed op. Jansen naar Brouwer. Boets, zeg maar. Doorn. Zo gaan we alweer richting de rust. Gaat vrij snel zo. Met de brilstand nog op het bord. Het is 0-0 nog steeds. Martijn Eekhoorn. Doorn. Schiet goed door de benen van de scheidsrechter heen. Het vervolg is minder. Doorn die daar kwijt is. Daar gaat Smit weg. Plezier die moet komen. Daar het afdrukken, de redding van Streuken. En in tweede instantie vast. Die pure emotie van Doorn na het verliezen daarvan dat hij die sliding inzet en niet die bal kan veroveren. Die emotie zichtbaar op dat gezicht, het behaalmoment. Het loopt goed af voor Geerdemuiden. Ja, als je het gaat druk zetten moet je het met z'n allen gaan doen. Joran deed het, de rest bleef wat staan daar. Deze is voor Van der Wetering. Eerlijk is eerlijk, tussenbij Eemdijk ook nog 0-0 tegen Ajax.
Je kunt nog punten inlopen. Wat heet het koud? Ik denk echt koud. Ja, we moeten even wachten. Niet dat natuurlijk. Daar het rolletje, ja, die zijn de handen voor Streutker. Stijn van Wolfswinkel. Zat geen kracht achter. De bal uitgegooid naar Brouwer. Stuurt Popovic maar eens de diepte in. Op goed geluk natuurlijk ook. Maar ja, dat is vaak zo. Met hoge ballen. Op goed geluk dat hij goed valt achter de verdediging. Plezier. Staat prima zijn mannetje daar in de verdediging. De overtreding van Boetsema, die dat ook al weet. Boetsema, die dat ook wel weet. Gezien zijn reactie, ja. Heeft die ervaring ook wel. Ja, wat staat is natuurlijk de vrije trap nog. In ieder geval Greven achter de bal. Die andere, die laatste rugnummer, die zien wat ook wel weer flauw is. Maar goed. Greven, zo te zien, gaat die bal nemen. Oh, het gaat eenmaal via de buitenkant. Voorgekopt en dan pakt de Stoeter hem gewoon in de handen. Blijft goed opletten op de bal. Ruimte daar. Nu de ruimte daarvoor. Martijn Eenkoorn. Jongens, snel handelen. Daar gaat Popovic. Kan hij binnenhouden? Ja. Voor de goal staan wel mensen klaar. En dit is een ingooi denk ik voor Bart-Jan Brouwer. Die dat prima kan gaan doen vanaf die positie. Het is net, we zitten in de 45 minuten. Dus het is ook zo rust. De kopje ingooi. Boetsema gooit hem er maar eens in. Doorn kan er niet doorkomen. En dus de ingooi voor Geerdemuiden. Jansen. Daar gaat Martijn Eenkoorn maar eens even lastig vallen daar. Het bal die al uit was, dus de ingooi voor Geerdemuiden. En daar gaat Bart-Jan Brouwer voor komen. Van Bentham kijkt nog even. Van komt hij? Ja, hij komt. En dus de kopkracht weer naar voren met personen als Doorn en Plezier. En natuurlijk ook Joran Popovic die daar voorin staat. Van Bentham daar. En achterin blijven William Jansen en Arend van der Wetering. Daar, wie pikt die bal op? Martijn Eenkoorn kopt hem erin. Dan moet hij net goed vallen. Nu dan van Bentham. Nou, het was een overtreding en de bal die naast gaat. Nou, dan zal het ook zo meteen wel rust zijn. Ja, we hebben natuurlijk de blessurebehandeling gehad van Dalsen. Maar het is denk ik zo rust. Nou, ik heb nog niet gezegd of het is rust. Geerdemuiden gaat rusten met een 0-0 tussenstand. Tegen STV Barneveld. Tegenslag natuurlijk voor Geerdemuiden. Waar natuurlijk Thijs Dekker in de warming-up al uitviel. En daarna ook Jur van Dalsen. Wij resetten de boel. Oké, nou ja, we gaan de boel resetten hoor ik. Dus we gaan pauzeren. In de tweede helft zijn we weer terug bij u. Tot straks. DHSC Zwift 1-1. En dat was het.
Voor zover ik het kan zien, geen wissels, dus de scheidsrechter Leerman. Stevens gaat afleiden voor de tweede helft. Hij mag beginnen. Ja, welkom terug kijkers, geen wissels zo te horen. En ook wij hebben niet gewisseld als Schedemhuiden zijnde. Sportclub en Bremen.net zitten allemaal op dezelfde mensen nog. Corné stond warm te lopen, maar die hebben gezegd, gaan we weer zitten. Maar wat kan Schedemhuiden in die tweede helft? Zo. Nou, daar ligt Arend van der Wetering. Nou, innoverend begin zo in de tweede helft, zeg ik maar zo. Ja, kan mooi. Mooi, mooi, hoor. Ik moet niks kunnen. Als schilder maar een sport, maar een goede jeugd, hè? Nee, nee. Ah, wie weet. Moet er positief blijven. Trainer René van der Wijk komt er nu ook aan met de verzorger. Ingooi voor Barneveld. De eerste minuut zit er alweer op en de donkere wolken komen er weer aan. Zijn we Ingooi voor of dat de bal... En er wordt ook uiteindelijk de overtreding daar gezien en beoordeeld. Nou, duidelijk. Doeltraf gewoon voor Streutker. En als u zich afvraagt, zijn er nog aardig wat mensen naar Barneveld afgereisd? Nou, ik zou zeggen, aan mijn rechterkant zit genoeg mensen uit Barneveld, of uit Genemuiden, of Barneveld, uit Genemuiden. We zijn goed vertegenwoordigd. Hier, ja, over goed gesproken, ja, het spel van Genemuiden, het is niet heel best wat we gezien hebben de eerste helft. Dus de tweede helft kan het alleen maar beter gaan. Het heeft ook met mentaliteit te maken. Van Bentham gooit die bal maar eens in. Van der Wetering was doorgelopen. Uiteindelijk levert Barneveld zelf de bal weer in. Dat is ook goed. Jansen van der Wetering. Ze kan doorspelen aan Van Bentham. Van Bentham, bal voor. Ja, speelt hem in de voeten van Kluiver. Is dat volgens mij... Ja, dat klopt. Kuit naar de andere kant toe. En dus gaan ze het over zo goed ingrijpen daar van Rick Doorn. Die de hele wedstrijd al best wel goed getimede slidings heeft. Eentje die lukte niet, dat was hij voor. Dus dat was zichtbaar toen. Maar voor de rest Doorn prima slidings en verdedigend werk. Boetsamar, één corner. Ja, die combinaties lopen nog niet zoals het wezen moet. En zoals we natuurlijk gewend zijn van Genemuiden. Daar uiteindelijk Van Wolfswinkel aan de rechterkant. De linkerkant, excuus, weg met Jansen daar. Krijgt die bal voor. Kan weggewerkt worden door Van der Wetering.
Vink krijgt de bal niet mee zoals hij had mee willen hebben. Geen de Muiden neemt daardoor weer over. Van Bentum komt daar niet langs Bronckhorst. Doorn gooit zich er weer voor. Van der Wetering moet zich daar uitvoerballen. Niet de bal kwijtraken zoals nu gebeurt. Maar Smit wordt teruggedrongen. Bronckhorst ziet daar uiteindelijk Biewold. Die mist wat controle. Levert de bal dan in. Wie is daar eerder bij de bal? Het is uiteindelijk Jansen. Ja, ik denk dat je best wel wat druk kan zetten op die verdediging van Barneveld. Dan moet ik zeggen dat het steeds donkerder en donkerder wordt hier in Barneveld. Bronckhorst daar weg aan de linkerkant. Plezier werkt weg. Popovic heeft hij de controle. Wel de ingooi. Van de Wetering. Simon Eekhoorn. Ruimte kan er zijn aan de andere kant. En dan maakt Simon Eekhoorn de overtreding. Omdat hij met twee man moet afrekenen daar. Maakt de overtreding daar door nummer 16 Vink. Zet maar druk. Jaag de boel maar op. Zet ze maar onder druk. Dan moeten ze keuzes maken. Ik weet wat het is makkelijk praten vanaf uit mijn positie. Daar de nummer 16 weg. Vink, Kuit. Alleen de afwerking gaat nog niet helemaal goed bij Barneveld. Van Wilswinkel niet. Biewold raakt de bal er ook kwijt. En dus Martijn Eekhoorn. Ja, prima sliding daar van Wilswinkel. Rest is wel de ingooi voor Gede Muiden. Hoe lang kan Gede Muiden ook het druk zetten van Barneveld tegenhouden? Gede Muiden moet elke keer vanaf eigen helft gaan voetballen. Het is niet zo dat de bal naar hun toe komt. Ze moeten er hard voor werken. Zoals nu met Brouwer. De bal is ingeleverd. Barneveld kan overnemen. En als ik hier naar kijk, dan denk ik, ja, is Gede Muiden gewoon niet best vandaag? Of is Barneveld gewoon, ja, is dit het maximale van Barneveld? Dat is wel een vraag die je stelt, aanzien Barneveld natuurlijk derde van onderen staat. Terwijl ze toch wel aardige spelers hebben, als ik het zo zie in het elftal, die wel kunnen voetballen. Ik zie paraplu's weer opgaan. Dat zou betekenen dat er weer regen zou komen. Plezier. Ja, Popovic die daar bleef staan. Plezier nog een keer. Goed. Popovic. Laat gaan voor Van de Wetering. Heeft Jansen bij zich. Prima balletje. Van Bentum geeft voor. Van de Wetering kan daar over niet tegen zetten. De bal wordt daar weggewerkt. Van Bentum brengt de bal nog maar eens in. De bal is nog niet weg daar. De bal is nog niet weg. Popovic, wat kan hij daar? Boetsa maar. Gooi die trucendoos maar open. Popovic, nee, zoek de combinatie. Nu dan. De redding van der Streek. Kansen. Toch wel een serieuze kans dit voor Gede Muiden, waar misschien wel meer had ingezeten. Ja.
Maar goed, er komt nog een corner aan. En wie weet resten we wat uit de corner. Zijn we erin gewoon, dan komt die bal. Kan er kop worden? Popovic krijgt de hoofd wat tegenaan. Maar ja, onderweg wordt hij nog weer aangeraakt door een speler van Barneveld. En die doeltrap van der Streken was ook niet zo gepland, zo te zien. Komt wel terecht bij Van Wolfswinkel. Vink terug naar Biewot. Biewot met de ruimte. Heel goed daar opgelet door William Jansen. Moet er nog een keer flink voor sprinten. Van de Wetering. Popovic. Hou die bal vast. Ga naar de andere kant. Naar Van Bentum. Ah, die bal is net te scherp. Voor Van Bentum. Niet te belopen. Kluiver. Naast zijn maatje in de verdediging. Die heb ik helemaal niet opgenoemd. Dat is Chef Siek. Chef Siek. Frans Pol had het leuk gevonden. Dit soort namen. Die is daar enorm fan van. Zagen we laatst in een interview dat over Frans Pol verscheen. Barneveld weg met Kuit aan de linkerkant. Geeft de bal voor. Plezier kan er een voetje tegenaan zetten. Kan hij ook weggewerkt worden, die bal. Nou, Bronkhorst dacht, laat ik maar eens uithalen. Die bal ligt op veld 7. En er komt een nieuwe bal aan. Maar zeggen we genoeg dat beide ploegen niet echt in hun spel komen. Maar Barneveld zou dit ook gewoon beter willen uitspelen. Dan dat ze nu doen. Boets, zeg maar... Moet zich eruit de weg draaien. Dat lukt tot nu toe. Jansen moet er tussendoor. Bereikt Brouwer. Brouwer geeft hem weer terug. Ja, kan één koor daar nog tussen komen? Nee. Nee, en één koor gaat daar de gele kaart voor krijgen. Oh, je kunt in beeld brengen. Martijn heeft geel. Wat een systeem, hè? En ook daar is er even verzorging nodig. Ja, wat kan er in een van de wijnen nog veranderen aan zijn ploeg? Om het toch in het goede spoor te krijgen met de drang naar voren. Ik vind de tweede helft in ieder geval wel stukken beter dan de eerste eigenlijk. Jansen, de bal in de diepte. Wie pikt erop? Het is de nummer 16, Vink. Bal aan de andere kant van de Wetering zit daartussen. Dat ik zeg, Barneveld heeft ook niet de nauwkeurigheid in de passing die ze willen hebben. En datzelfde geldt ook voor Gedemuiden eigenlijk. Van de Wetering. En het regent weer eens. Daar wordt Martijn Eekhoorn gefopt door die nummer 2 van Bentum. Gooit zich ervoor. Dat doet Boetsema ook.
Jansen die het daar moet oplossen. Maar daar niet de ruimte voor krijgt om het op te lossen. Dus daar komt Barneveld weer. Hoe voetballen ze het deze keer uit? Als ze erdoor komen, Kluiver. Ja, dat is wel eentje die je niet 1, 2, 3 van de bal afzet. Het lukt in ieder geval wel plezier. Maar die andere bal ligt weer voor Kuitang. Het gaat naar de andere kant toe. Maar Brouwer laat zich daar de kaas niet van het brood eten door Smit. Ingooi voor Geerdemuiden. Er gaat gewisseld worden bij Barneveld. Daar komt de nummer 9 in het veld, Rob Knul. En de nummer 23, Sam Terburg. Met nummer 14, Levi Smit. En met nummer 16, Timo Vink. En voor hem in de plaats. Met nummer 23, Jim Terburg. En met nummer 9, Rob Knul. De overtreding gemaakt op Joran Popovic. De vrije trap is daar. En moet zijn markt kijken toe. Dan wordt die bal ingedraaid. Ja, die is voor de keeper als het goed is. Ja, dat is Jok van de streek. Hij heeft hem klem in de handen. De opbouw vanuit de achteruit. Kluiver. Ja, en daar is die nummer 8, Kuit, weg. Kuit geeft voor. Plezier werkt half weg. Het is Boetsamara die zich ermee gaat bemoeien. En de bal uiteindelijk wegwerkt. Popovic kan niet de bal vasthouden. Komt er niet langs een voordeel gegeven. Popovic moet weer terug. Brouwer, aan de andere kant ligt de ruimte wel. Van de Wetering. Het driehoekje bij Geerdemuiden, daar gaat ooit een keer druk gezet worden. Dus de bal naar voren toe. Brouwer heeft ruimte daar aan de linkerkant, kan ver komen. Martijn Eekhoorn brengt de bal voor. Van Bentham krijgt het dan ook niet met een gelukje daar. Jansen kijkt, Jansen geeft mee. Van de Wetering. In de vijfde versnelling. Geeft de bal voor. Popovic met kopbal. En de bal die overgaat. Bij Geerdemuiden gaat zometeen ook gewisseld worden. Want Ingmar Larsen trekt zijn shirtje aan. Hij zal zo gaan invallen. Voor wie? Dat is de vraag. Oeh, daar verslikt de plezier zich in die nummer 23. Maar die voetbalt er zelf niet helemaal goed uit. Dat is de invaller Sam Terburg. En zo moet Geerdemuiden een corner weggeven. Van der Weij gaat wisselen met een corner tegen. Martijn Eekhoorn gaat eruit. Ja.
Dan komt die bal voor. Streutke bokst weg. Nou, hij probeert het nog een keer, de nummer 6 Bronkhorst. Weer gaat die bal erover. Gene Meuven. Het veld verlaat met nummer 14 Martijn Eekhoorn. En voor hem komt in Eekhoorn. En voor hem komt in de plaats met nummer 17 Ingmar Lesser. Perfect uitgesproken door de speaker. De wissel dus. Pleizier. Eens kijken hoe Gene Meuven nu dan gaat spelen. Popovic die de bal dan verliest. Eekhoorn die overneemt. En een risicovolle bal dan. Biewot die over kan nemen. Moet het uitvechten daar met Brouwer. En Brouwer die dat ook wint. En dit was ook de laatste wisselmogelijkheid van René van der Wij. Oh nee, Osama Bekkendoer hebben we natuurlijk nog. Die had ik even over het hoofd gezien. Popovic komt de bal halen. Hoppa. Eekhoorn, krijgt hij de bal mee? Nee, dat lukt niet. Ja, we liggen die ruimtes voor Gene Meuven. Kijk, je zou zeggen, zoals Arend van der Wetering die hier staat, schuif door. Maar ja, daar neem je wel weer risico mee in zover. Maar hier, als je kijkt voor mij, de rechterkant, is helemaal vogeltje vrij. Daar gaat die bal naartoe, dus het spel gaat zich weer verplaatsen. Daar komen ze ook alweer aan, maar hier, Van der Wetering kan meters maken. En met individuele kwaliteit kun je er ook langs. Eventueel natuurlijk. Jansen met Van der Wetering. Van der Wetering haalt er een corner uit. Kijk, en dat ziet er gewoon goed uit dit. Terwijl het wel weer vreselijk donker wordt achter ons. Oh, je hebt het beeld erbij gestaan. Nou ja, moet je nagaan. Het is echt een donkere boel hier in Barneveld. Door het weer. Van Bentum gaat die corner nemen. Kopkracht zeker aanwezig voorin. Daar komt die bal. Kan er gekopt worden door Hardeplezier. En de bal van de lijn. De prima kopbal van Hardeplezier. Jansen de bal naar buiten toe. Prima bal. Van Bentum. Ja, komt weer een bui aan. Hagel. Goeiedag dokter. Een flinke hagelbui hier in Barneveld. Die je de gratis bij krijgt. En nu de nummer 23 is daar weg. Terburg krijgt niet de kans. Ofwel, nee, bal wordt weggewerkt daar uiteindelijk. Terwijl de hagel ook door het plafond zelfs komt hier. Wat is dit voor gekkenhuis in één keer hier van het weer. Een wit veld krijg je ervoor terug zo hier. De ingooi genomen. Terburg. Het is nog niet gedaan. Nou, kom nog maar met een aanbeur. Een redding daarvan, Streutker. Laat zich de kop niet gek maken daardoor. Wat dan ook. Ik heb de hagelsteentjes op mijn blad liggen. Ze liggen zelfs op mijn blad. Wat hier gebeurt qua weer. Ja, gekke werk. Nou, ik weet niet wat dit is. Maar die donkere lucht verklaarde een hoop. De corner genomen nu. Streutker kan wegwerken. In tweede instantie Ingmar Lasse die de bal naar voren werkt. Kan Gene Meuven eruit komen? Nee, nu dan. Nee. En we zien een heel wit veld voor ons in één keer. Zo, de knijter. Toestanden hier in Barneveld op deze manier. Je maakt wat mee in een seizoen, zeg ik wel eens. Nou, dat is letterlijk zo. En deze wedstrijd die helemaal niet hoogstaand is eigenlijk. Ja, gebeurt er dan toch nog weer wat. Gene Meuven van Bentum verspeelt de bal daar aan Bronkhorst. Nou, ze zetten hiernaast in het hokje, zetten ze het licht maar eens aan. Nou, dat adviseer ik ze ook. Ja, dat kun je wel opdoen, ja. Zet het licht er aan, ja. Plezier, hij had de kans om Gene Meuven op 1-0 te zetten. Maar die bal werd van de lijn gehaald. Eekhoorn. Ja, het veld zou misschien ook wat gladder zijn. Nou, door de hagel van Bentum. De overtreding. Nee. Dit was geen bal. Het was zeker een overtreding.
Ja, William Jansen, dan krijg je de kans in het eerste en dan krijg je direct een hagelbui op je hoofd gratis bij. Taferelen hier in Barneveld wel. Daar komt die bal van Bentum. Ah, Inkhorn krijgt hem net op de plek waar hij niet moet hebben. Op zijn lichaam. Dat ik denk, nee, dat was niet handig. Brouwer. Daar was Rick Doorn nog. Bal werd getoucheerd uiteindelijk. Daardoor de bal bij de tegenstander terecht. Brouwer gooit zich er met mannenmacht voor. En uiteindelijk is het daarna ook Barneveld die het niet voor elkaar krijgt wat ze willen doen. Ja, je ziet het ook aan de grensrechten daar en ook aan de vlag. En het waait ook nog flink erbij. Houd er rekening mee dat je een dikke hagelbui op je kop krijgt en nog een flinke windvlaag erbij. Dat zorgt wel voor volk op de tribune hier in ieder geval. Waarbij we voor de tijd zeiden van zoveel publiek komt. Het komt er wel. Nou ja, ik zeg, er zit genoeg publiek nu wel hier. Waarbij een derde van Geerdemuiden is. Of misschien, nou ja, de helft vind ik groot gezegd, maar een derde sowieso. Kan Barneveld er dan nog uitkomen? Terburg wordt er opgejaagd door Jansen. Jansen die de aanwijzing geeft aan Van de Wetering. Van let daarop, daar komt Geven aan. Geven de bal voor. Kan aangenomen worden, kan afgewerkt worden. En het is uiteindelijk Van Wolfswinkel die zijn bal, zijn schotje, klein beetje van richting ziet veranderd worden. Maar daardoor Streutke niet gek krijgt. Popovic geeft mee aan Van Bentum. Van Bentum brengt de bal voor. Ja, daar stond Simon Inko niet. Die stond juist ergens anders. De bal draaide ook af van het doel. Terburg moet er met plezier aan de gang. Plezier stond op het verkeerde been. Terburg weg. Jansen moet ingrijpen. Kan hij dat dan ook? Wel Brouwer. Die kan prima ingrijpen. Voorkomt erger. Wat dat betreft kun je wel stellen dat de verdediging het uiterste werk doet. Terwijl hier Jurre van Dalfsen voor ons langs loopt. Nou, u ziet het, hij loopt gelukkig. Van harte gaat het niet, maar hij loopt. Dat is belangrijk. Jansen op zoek naar Popovic. Wat ga je doen? Wie? Oh, dat is leuk. Volgens mij is hij bezig met een live verbinding of zo. Ja, het kan altijd. De ingooi daar van Brouwer ver. Komt hij bij Inkhorn terecht? Ja, daar komt hij. Popovic voor het doel. Maar Van Bentum is er ook. Die valt daar dan. Boetsamar krijgt er net niet lekker mee om uit te halen. Ja, wat hebben beide ploegen nog in de tank zitten qua energie en zin en weet ik veel. In ieder geval het Gelderlands kwartier die begint er wel zo meteen. Opgepast. Brouwer bereikt Popovic. Popovic draait zich daar weg. Kan hij meegeven aan Inkhorn. Ja, die gaat net de andere kant op. Verspeelt daar de bal. Boetsama geeft mee aan Van de Wetering. Van de Wetering. Popovic. Popovic voetbalt zich door. Popovic met Kluiver en Greven. Popovic, kijk, dit is wat we willen zien. Popovic, Popovic! Ik noem Popovic en er komt een bliksemflits hier. En onweer, ja, zal het niet zijn dat we de wedstrijd nog gaan staken nog weer. Want met onweer, maar onweer mag er niet gevoetbald worden, is de regel. Dan ben ik, daar mis je al heel direct in. Maar zo zit het wel. Simon Inkhorn. Wat een knal van Popovic. Voor de mensen die twijfelen aan van zou dit wel kunnen. Hij kan het zeker wel. Twijfel daar maar niet aan. Volgend jaar weer te bewonderen in Hogeveen bij HZVV. Bij zijn oude club. En we hebben natuurlijk nog een troef op de bank zitten met Osama Benkadour. De broek gaat uit, de trainingsbroek. Dus die gaat zich klaarmaken voor een invalbeurt.
Maar dat zal denk ik dan ten koste gaan van Simon Eenkorn, denk ik. Nauwkeurigheid in de passing, daar zit het hem voornamelijk in. Ingmar Lassen gooit zich ervoor. Ja, deze is niet te belopen daar uiteindelijk. Voor Terburg. Dus kan Heidenwijder rustig uitverdedigen. Moet ze maar gaan geen gekke dingen doen daar in, met twee spelers om je heen. Goed weggedraaid daardoor van Bentum. Maar uit de rug van Bronckhorst. Bronckhorst die er wel een voetje tegenaan kan krijgen. Maar ja, de bal gaat niet hard genoeg om hem dan ook over de achterlijn te krijgen. En dus verlies van Bentum daar uiteindelijk de bal. Terburg, Jansen, Doorn. Geenemhuiden in balbezit. Eenkorn draait zich weg daar. Nu met een gelukje pop of is die de keeper moeilijk aan maken. Was leuk geweest. Nou, de boodschap van de trainer is ook duidelijk. Van der Weijen kan instructies geven, maar deze Bart Schreuder ook. En dan denk ik af en toe toch aan Dick Schreuder, die dat ook kan. Als Corné en ik bij de blindentribune verslag geven. Zitten wij dicht bij de dugout van Pek Zwolle. En dan horen wij Dick Schreuder ook wel zo tekeer gaan soms. Het zit dus in de familie. Er gaat gewisseld worden. Osama Benkadour. En zoals ik al zei, Simon Eenkorn gaat eruit. En Osama Benkadour komt erin. Je hebt natuurlijk te maken met de Ramadan. Die deze week is begonnen. Maar goed genoeg voor een kwartier voetbal. Osama Benkadour. Nummer 7. Osama Benkadour. Nou, de eerste actie die hij maakt is een overtreding. Wat is er? Scorebord werkt niet, weer gedrukt dan. Oh, de wissels niet. Nou, Osama Benkadour is erin gekomen. Maar dat hebben de mensen ook wel gezien, denk ik. Ja, gunstig uitslagen op de andere velden tot nu toe. Zwift wint, Deto gelijk, Eendijk gelijk. We hebben wel gezegd, Eendijk gaat punten verliezen. Nu is het van ons ook nog wel gezegd dat wij dat misschien ook wel gaan doen. Want we zijn er nog niet. Knul komt daar Van de Wetering tegen. Greven ook. En dus de hoekschop weggegeven daardoor Van de Wetering. Daar zit de doelman van. Doelman van de streek zit daar op het veld. Ja, hier was niet. Ik was heel aandachtig de andere kant aan het kijken waar die corner die zou komen. Maar uiteindelijk zit daar de keeper op het veld. En zie ik ook iemand staan daar met een schoen in de hand. Ik weet niet voor wie dat is. Maar goed, de keeper zit daar op het veld. Ruben van der Streek, nou en ik geloof me, met deze temperatuur en deze omstandigheden ga je niet voor je lol op het veld zitten. Ik tenminste niet. Ja, en wat daar dan gebeurd is buiten mijn beeld omgegaan. Het was natuurlijk ook de corner die er zat te komen. Dan zit je als wisselkeeper op de bank en dan zit je ernaar te kijken en je denkt, nou... Van de Streek, hij staat weer. Dus kan die hoekschop alsnog genomen worden.
Daar gaat hij er toch in naar die corner. Oei, 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 oei. Ja, daar gaat die bal er alsnog in. In de rommel- en klutsituatie daar. De bal die voorkomt en in de klutsituaties kreeg Heerenmuiden de bal niet weg. En is het mij nog ontgaan wie die bal erin schoot, want ja, je moet rugnummers zien. En dat zag je niet. Maar ik denk dat het zo te zien de... is het dan de aanvoerder. Ik ben benieuwd wat de speaker zegt. Het is Rob Knul, de nummer 9, die het doelpunt maakt uiteindelijk. En dus moet Geerenmuiden... Doelpunten maken met nummer 9. Ja, is dit niet helemaal de bedoeling wat we voor ogen hadden voor vandaag? Maar... oh, je had het doelpunt er niet op. Oké, nou ja. Het was in ieder geval uit de corner die kwam. Een bal die er eerst niet in ging. Toen weer niet in. Uiteindelijk ging de bal er toch in. In de kluts. De scrimmage voor de goal van Streutker. En nu moet Geerenmuiden komen. Popovic. Van de Wetering. Bal geblokt daardoor gegeven. En het is dan toch de invaller bij Barneveld. Popovic wordt daar van de bal gezet. En dan de tweede bal is niet voor Geerenmuiden. Ja, dat kun je hens noemen. Maar de bal was echt... de handen waren tegen het lichaam. Ze krijgen nou voordeel. Ze krijgen een ingooien bij Barneveld. Ja, dan heeft Geerenmuiden nog 10 minuten de tijd om deze achterstand ongedaan te maken. Wat ik al zeg, je concurrenten kunnen wel verliezen. Of gelijk spelen. Maar je moet zelf ook nog winnen. Het enige voordeel is, je hebt al een periode op zak, dus na competitie sowieso. Maar je wil voor het hoogst haalbare gaan. En dat wil Geerenmuiden ook, hoe dan ook. Ik had het gevoel dat die bal uit was, ja. En dus de ingooi voor Geerenmuiden. Brouwer gaat hij natuurlijk nemen. In de wedstrijd bij 5 voor 12 moet je gewoon je specialist laten ingooien. Daar komt die bal. Ver. Wie? Ben Kadour. De bal kan weggekopt worden. Van Bentum zoekt de ruimte. Krijgt die ruimte niet. Bal wordt weggewerkt. Streutke krijg je niet gek. Controleert de bal en brengt hem weer in. Jansen. Zo wordt een ingooien weggegeven aan Barneveld. En heeft het die voorsprong die Barneveld wil hebben. En dat is zeer gunstig voor Barneveld, want Oldevesse staat achter op eigen veld. En Flevo Boys staat gelijk. En ja, HZVW staat nog 0-0. Dus voor Barneveld zou dit een droomoverwinning zijn. Om zich uit de gevarenzone weg te spelen. Lassen. Ben Kadour. De corner voor Geerenmuiden. Ja, moet het maar net zo gaan als in Geerenmuiden. Dat je hem dan in de slotfase maar weer gelijk trekt en wint. Net zoals in Geerenmuiden eerder seizoen dit.
ook gebeurde. Gene Muiden dat achter stond tegen Barneveld en in de slotfase de hele wedstrijd nog omdraaide. En nou maar doen. Ben Kadour met de bal. Kan de gekop worden. Doelman kan wegwerken. Gooit zijn eigen speler tegen de grond. Maar dat maakt allemaal totaal niet uit. Want de bal is weg. Brouwer naar Ben Kadour. Ben Kadour met zijn acties. Daar moet de ruimte wel weer in zitten. In het rolletje. Die achter de goal verdwijnt bij Van der Streek. Popovic zegt, nou ik help mee. Ik leg de bal voor je klaar. Van der Streek zegt, prima, ik leg hem de bal aan de andere kant neer. Van der Wetering. Van Bentum, Van de Wetering. Ik zou de bal laten gaan, want heb je een ingooi. Nou, we krijgen een herkansing. Nog een ingooi voor Gene Muiden. Bal weggehaald voor Ben Kadour. Van Bentum. Oh, de bal. Ik dacht dat hij eroverheen ging, maar... Nu is Brouwer daar wel voor de ingooi. Lassen. Ja, hoeveel risico ga je daar nemen? Hij wil de andere kant op. Dat was te veel risico. En nu dan, oh, daar gaat Burg, maar die staat buitenspel. Gaan we weer zitten allemaal, het is buitenspel. Zitten. Streutker, de bal naar voren. Doorn die als extra spits erbij is gekomen. Neemt die functie over. Brouwer gooit ze goed voor. Knul aan de andere kant gaat Burg. Hier moet Brouwer eerder bij zijn en dat is hij ook. 89e minuut waar we in zitten. Popovic houdt die bal binnen. Ja, die kan hij binnenhouden. En nu? Heeft hij alsnog een ingooi over? Moet dan wel eerst het hek over, ben ik bang voor. Dat moet hij zeker. Maar bij Barneveld ruiken ze hier zeker de overwinning. Van de Wetering op avontuur. Kan hij ver komen? Van de Wetering wordt daar neergelegd. Nee. Van Bentum moet zich daardoor die verdediging heen worstelen. Jansen brengt die bal maar eens in. Ja, deze is een prooi voor de keeper. Ja, je kunt het proberen. Ik snap de keuze van Jansen zeker wel. Want ik denk dat iedereen dat zou doen. Gewoon die bal er nou in pompen. En op groot geluk hopen dat die bal goed valt. Plezier. Krijgt de bal daar weg. Nu dan Terburg met weer plezier. Van de Wetering verliest het daar in ieder geval. Jansen. Ja, Van de Wetering was nog niet zo snel opgestaan daarvoor. En we zitten in de 90e minuut.
Uitverdedigen door het midden. Heel dapper gedaan. Kuit wordt teruggedrongen door Boutsamarda. Biewold. Voetbalt zich daar langs, krijgt de bal voor. Plezier kan de bal daar ook niet wegkrijgen. Laat hem van zijn voet afrollen en gaat over de achterlijn. En dus een corner. En daar hebben ze inderdaad en ook logischerwijs de tijd voor bij Barneveld. Ik snap het wel in de positie waarin ze zitten dat ze dat doen. De ingooi van Brouwer. Lasje die daar de bal verspeelt. Dat is nog wel de ingooi voor Geerdemuiden. Maar een bal die over het hek ingaat. Ja, de vraag of het buitenspel was, dat weet ik niet. Van Bentum dacht in ieder geval van niet gezien zijn reactie. Ik zit nog eens even om me heen te kijken zo. De buitenspel aan de andere kant. Nou, zoveel tijd zal er niet bij komen. Meer, ik denk dat we aardig aan het eind zitten. Streutker heeft haast. En Geerdemuiden verliest de tweede wedstrijd achter elkaar zo. Helaas, het zat er vandaag niet in. In de 80ste minuut, daar kwam de 1-0 uit. En zo is het... Weer na een week waarin we verloren van Eemdijk, nu ook van Barneveld helaas. En ik denk dat de meeste zorgen nog zijn de blessures die zijn opgelopen vandaag. We zullen zo meteen horen in de reacties van trainer en spelers. Maar Corné, dit was niet de bedoeling waarvoor we waren afgereisd. Nee, dit was niet best. Heb jij het ervaren? Nou ja, niet best, dat. Kort maar krachtig. Nou ja, we gaan zo over naar reacties en interviews en alles. En dank aan Barneveld voor de gastvrijheid hier. Wie weet tot de volgende keer weer. En wij gaan de interview zometeen nog eens even doen. Ja. En mocht u afhaken in de zin van dat u de stream verlaat, wensen we u een fijn weekend namens het team van Bremen.net hier in Barneveld. Volgende week zijn we er sowieso weer tegen WVHEDW thuis. Om 2:30, Sportpark De Wetering. Sfeer en beleving. We gaan het meemaken. Goed weekend alvast. Zuid is voor jou dan. Kan jou dat schelen?
René, kort na de wedstrijd een reactie op de 0-1, de 1-0 nederlaag. Ja, dat was een aardig verschil met Eemdijk. Dus we zijn door de ondergrens gezakt vandaag. Ja, en waar zit hem dat in? Ja, dat weet ik niet. Moet je spelers vragen. Ik heb geen idee. Het was totaal niet hetzelfde niveau als vorige week. En weet je, je moet naar Barneveld. Tuurlijk, het weer is slecht. Er staat heel veel wind. Dat heeft tegenstander ook mee te maken. En we gaan niet naar excuses zoeken. We gaan maandag eens even met elkaar analyseren hoe dit kan en hoe dit verder gaat. Want dit accepteer ik niet. Nee, een compliment wel altijd aan je interviewers. Dat je het nooit hebt over de spelers die er allemaal niet bij waren. Maar dat waren er vandaag ook een heleboel. Maar nogmaals, daar wil je het niet over hebben na een wedstrijd als deze. Nee, want die anderen die kunnen dan mooie minuten maken. En kunnen een plekje verdienen. Ja goed, en dan wil ik een reactie zien. En dat heb ik niet gezien. En dat is jammer, want het was totaal onnodig. Maar het zegt genoeg dat we niet veel kansen hebben gecreëerd. En ja goed, het ligt gewoon bij onszelf. Wij moeten naar onszelf kijken. En vandaag was absoluut niet goed, nogmaals. Ondergrens. Ondergrens. En dan toch zaterdag maar weer verder. Ja, natuurlijk. Het seizoen is nog 7 wedstrijden. En we moeten ons voorbereiden na competitie. Maar goed, je hebt je ook een sportieve plicht te vervullen. Wat ik voor de wedstrijd zei. En ook naar de ploegen naar beneden. En dat hebben we totaal niet gedaan. Dus ja, we moeten een beetje kerels worden. En daar gaan we het maandag over hebben. Ja, we gaan de hele week gaan we weer lekker trainen en goed trainen. Maar dat anders moet, dat is wel duidelijk. Dank u wel. Ja. Jur, hoe staat het ervoor met de blessure? Want we schrokken ons dood. Nou ja, zoals je kan zien, aardig dik. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Ja, ik ging er doorheen, vol doorheen. Ja, en, de... ik hoorde wat, nou ja, dat zegt niet zoveel, maar ik hoorde wel wat kraken, zeg maar. Maar ja, ik kan hem redelijk bewegen, alleen zit vol vocht. Ja, precies, maar het is niet je knie. Het is niet mijn knie, nee. Was je daar eerst bang voor of was je meteen wel... nee, het was wel vrij duidelijk wat het was. Nee, want op de tribune was het eventjes van, oh nee, het zal toch niet. Maar oh nee, nee, dat, nee. Daar was geen sprake van. Nee, 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 daar heb ik gelukkig geen last meer van. De wedstrijd zelf, je reactie daarop? Nou ja, ik heb de eerste 20 minuten meegemaakt en ik kwam in de 75 pas weer aan. Ik denk dat wij op een of andere manier moeite hadden met hun formaties. Ze begonnen met 5 verdedigers. Of ze speelden met 5 verdedigers. En dan hadden wij even moeite mee. Wie pakt welke man op? En ja, het was zoeken. Ja. Het was niet de energie die we vorige week hadden in ieder geval. Nee, en is dit zeg maar iets waar we bang moeten zijn de komende wedstrijden? Dat er eigenlijk nergens meer om gespeeld wordt? Of wordt er wel degelijk om iets gespeeld? Nou ja, we willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. En zo fit worden mogen voor de nakompetitie in de beker. Dus ja, je moet je wedstrijden blijven winnen volgens mij dan. Ja, precies. Dus nee, daar wordt echt wel op gehamerd. En daar hebben we donderdag nog over gehad. Dus nee, ik weet niet wat het was. Nee, maar een totale off-day dan misschien.
Dat denk ik, ja. Dat denk ik, ja. Hey, goed weekend en ik hoop op een voorspoedig herstel. Ja, pootje gaat omhoog. Zullen niet zoveel doen dit weekend. En hij is erop. Nee, ik hoorde net dat het niet meer... Nee, okay. Dat hoeft niet meer. Dat, gewoon poot omhoog en okay. Rust, water drinken. Oké, okay. Nou, succes, goed weekend. Yes, jullie ook. Dankjewel. Ik ga een handen heen, hè? Ja, man. Ik zou eerder hebben gehad, dus dat is zo druk. Ja. Ah. Ik kan hem handen. Ik ga hem ja. Ja, William, mag je eindelijk invallen? Mag je eindelijk meedoen? Wij zitten eerst keer in hagel bij je hoofd en loop je veld dan met een inomdelaar. Zuur. Was volgens ook wel, ja. Ja, en dan het laatste moment proberen om het van te maken, maar dat lukt helaas niet. Nee, uiteindelijk, wat zei je, viel in. Ja. Gelukkig bij de selectie. Ja. Minuten maken was belangrijk ook voor de na-competitie. En het is je natuurlijk ook gegund natuurlijk. Ja. Lang moeten wachten. Ja. Dan kom je erin. Was het snel dat je wist van, nou, dit gaat er allemaal gebeuren? Of was het even zoekende op het op middenveld? Echt stekker uit? Nee, die andere. Deze. Moet ik overnieuw? Ja, William, mag je eindelijk invallen? Wat is het? Oké. Okay. William, mag je eindelijk invallen? Krijg je een hagelbui op je hoofd en loop je het veld af met een 1-0 nederlaag. Heel zuur. Ja, ik denk dat we vandaag gewoon moeilijk hadden met de tegenstander. Zij speelde iets anders dan verwacht. Het veld zat ook niet heel erg mee. Maar doordat die hagelbui en doordat het iets natter werd, werd het veld wel iets makkelijker om te voetballen. Okay. Maar ja, die 1-0 valt ook ongelukkig. En daarna probeerde er nog wel iets van te maken, maar dat... Dat lukte helaas niet. Waarom ging het zo moeizaam? Was het echt hun systeem waar jullie niet mee om konden gaan om daar uit te voetballen? Nee, ja, misschien ook wel. Maar ik denk ook dat wij slordig aan de bal waren. Heel veel lange ballen gaven. Dat is niet echt ons spel, vind ik. Dus ja. Nee, de combinaties lukten niet zoals we van Gedemuiden gewend zijn. Nee. Nu mag je eindelijk meedoen en alles, eindelijk invallen. En dan moet je je plekje ook vinden op het middenveld, denk ik dan. Ja. Nou, was het voor jou dat je denkt van vertrouwd, van nou, ondanks dat je de laatste tijd niet veel hier gespeeld hebt, toch van nou, je voelde je direct als een soort van vis in het water op middenveld? Jawel. Kijk, je speelt natuurlijk wekelijks met die jongens op training. Dus je weet wel wat er van je verwacht wordt. Dus ja, en dan ga je daar wel in mee. En jongens, zoals een Noerin Boetsamar, een Rens die voor je staat, ja, die steunen je daar ook wel in. Die neem je ook mee in de coaching, denk ik? Ja, die zetten je wel neer en dan weet je hoe het moet. Nou, dan wou ik eigenlijk nog even met je over, ja, geen contractverlenging heb je gekregen. Hoe is dat bij jou aangekomen? Nou, ik had het misschien al wel een klein beetje verwacht. Wat je zegt, dit is weer voor het eerst dat ik bij de selectie zit. Ik doe gewoon mijn uiterste best. Ik vind het jammer, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien naar het tweede, misschien komt er nog een andere club, maar ik wacht nog even af. Nou ja, het tweede kent je in ieder geval, hè? Ja, dat scheelt. Ja, zeker. Nou, fijn in ieder geval om je weer gezien te hebben. En de volgende keer als je invalt, gaat het dan maar meteen overwinning van het veld. Dat hoop ik ook, dat hoop ik ook. Hey, dankjewel voor je interview. Nou, mooi geweest. Moeten wij nog wat zeggen? Of ben je nog live? Nou, kom dan. Kom dan even bij dan. Ja, Corné, moet je kijken hoe we erbij staan. Regen en alles. Wat hebben we hier voor toestanden meegemaakt in Barneveld? Nou, het is in ieder geval... Deze? Er zit dus toch een knikje of zo. Ja, toestanden. Ja, neem de presentatie maar over. Dat is jouw grote taak hier eigenlijk. Oh, staat mijn taak, sorry. Nou ja, je kan het. Je bent er wel goed in. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat hier op Barneveld een prima tribunetje was. Want wat een weer hebben wij gezien in deze wedstrijd. Hagel, regen, harde wind, onweer, bliksem. Ja. Jij zei nog van, nou, ik ben blij dat het niet gestaakt is. Maar dat het niet doorging. Dat zelfs dat had gekund. Het was niet best vandaag. Maar René was duidelijk erin. Ondergrens maandag even goed met de jongens om tafel. En, ja, op naar het moet volgende week anders. Want je wil natuurlijk niet de laatste wedstrijden. Dat hebben we al eerder meegemaakt. Die laatste wedstrijden waarom het er niks meer om gaat. Dat je zo uit gaat voetballen. Nee, ja, precies. En dat is toch een beetje mijn angst. Hè, dat je nu 7 wedstrijdjes gaat zien waarin het allemaal niet meer moet. Waarin het allemaal niet meer hoeft. En er wordt natuurlijk aan alle kanten wordt mij verteld van ja, dat speelt echt geen enkele rol. We gaan 100% voor. Nou, of dat zo is, gaan we volgende week weer eens naar kijken. Dan hebben we een thuiswedstrijd, begreep ik. Thuiswedstrijd tegen WVHEDW. WVHED. Goed, u in ieder geval thuis bedankt voor het kijken. We zijn er volgende week weer bij. Gedemuiden tegen die moeilijke... WVHEDW. Afkorting vanuit Gedemuiden, dan zijn we er weer. Goed weekend allemaal en tot de volgende keer. Tot volgende week.